En die mag aan de andere kant. Ja, te gek. Met de noorden. De kleurcode, dit betekent alleen maar hoe lang de kabel is. Als je naar zo'n krat als dit kijkt en je denkt van ja, ik heb een lange kabel nodig, dan wil je wel in één keer weten wat die pakken. Ja, precies. In Studio 2020 ontvangen we Nederlandse muzikanten die sinds maart van dit jaar in één klap hun volledige festival- en clubagenda in rook zagen opgaan. Muzikanten die ineens zonder een podium en dus zonder publiek zijn komen te zitten. Twee metersessies zet daarom de studiodeuren open voor een veelvoud aan Nederlandse muzikanten. Voor een mooie opname en een goed gesprek. Dit is het geluid van 2020. Nieuwe aflevering van Studio 2020. Normaal gesproken is het hier een komen en gaan van mensen en flight cases. In dit geval, het geval Colin Benders, kregen we gisteren de apparatuur al. Dan kijk je met me mee, die apparatuur, dat is een modulair geschakeld synthesizer systeem. Het is niet één synthesizer, het zijn een heleboel bij elkaar. En het gekke van deze artiest is, ik ken hem al een jaar of 12, in deze gedaante had ik hem nog niet meegemaakt. En deze gedaante is eigenlijk uniek. Vanwege de tijd waarin wij leven, corona, want de meeste muzikanten zijn zeg maar stilgevallen. Met een harde stop stilgevallen. Maar Colin is doorgegaan, is gaan streamen, heeft concerten gegeven. 1 per dag, 60 dagen achter elkaar, maakt platen en is met allerlei andere plannen bezig. Dit is de opstelling voor vandaag. Geen band, ook geen bende. Alles is geschakeld en alles zit voorlopig in de handen en het hoofd van Colin Benders. Het is een modulaire synthesizer en dat is een soort do-it-self kit voor muzikanten en producers om je eigen hardware synth te bouwen. En bij mij is dat intussen alles geworden waar ik nog mee werk. En het heeft mijn computer vervangen, het heeft bijna al mijn opnameapparatuur vervangen. Het is alles wat ik nog met muziek maak op dit moment, dat doe ik met dit instrument.
Sommigen kennen jou als de trompetist. Ja. Anderen kennen jou als de hiphopper. Ja. Weer anderen kennen jou als de orkestleider. Ja. De naamgever van Kite Man Orchestra. De huurbaas van Kitopia. Ja. En nu? Wat ben je nu? Ja, het is grappig, want ik ben geen van al die dingen meer. Het is wel, er is veel veranderd in die tussentijd. Maar nu ben ik gewoon Colin Benders. En maak ik synthesizer muziek. Ja, in de wereld van de marketing en de PR zou dat springerige van het ene naar het andere onderwerp, zou het heel dom worden omschreven. Want daar kun je geen carrière mee opbouwen. Nee, klopt. Dit is wel commercial suicide allemaal geweest. Maar ja, dat boeit me eigenlijk niet zo. Want het is, ik vind dit inhoudelijk, vind ik dit nu interessant. Maar ik ben er intussen een paar keer achter gekomen hoe het voelt als je iets niet meer interessant vindt en eigenlijk wat anders wil doen. En het geeft zoveel meer voldoening om dan dat te gaan doen. En daarmee aan de slag te gaan. Dan maar vast te houden aan iets waar je nog wel carrière gedreven op door kan. En ik ben helemaal gelukkig dat ik juist wel die keuze de hele tijd weer opnieuw mag maken, ook van mijn omgeving, en dat het telkens weer soort van goed uitkomt. Want ja, marketingtechnisch ben ik een drama natuurlijk. Dat is allemaal heel pijnlijk geweest. Maar ik ben er dolgelukkig mee. Dit programma maken wij omdat we vinden dat er vanwege het wegvallen van festivals en cluboptredens aanzienlijk minder ruimte is gekomen voor aandacht voor nieuwe muziek in 2020. Dus vandaar Studio 2020. Zijn bij jou de luik ook allemaal dicht gegaan? Ja, maar ook nee. ik denk dat tot nu toe vind ik dit een creatief inhoudelijk gezien een waanzinnig jaar. Maar dat kan ik op meerdere manieren uitleggen, denk ik. Want het heeft mijn hele agenda leeggegooid. Ik heb nergens meer gespeeld. En dat heeft als consequentie dat het zoeken van eten en dat soort dingen een stuk lastiger werd. Aan de andere kant, het hebben van zo'n compleet lege agenda en weten dat alle andere mensen die ik ken dat ook hebben, zorgde er ook voor dat ik meer contact met andere makers heb gehad dan in de jaren hiervoor. En ik heb denk ik nog nooit zoveel muziek opgenomen als dit jaar bijvoorbeeld. En het heeft creatief gezien, heeft het waanzinnig veel teweeg gebracht. Ja, ik weet niet. Ik heb de hele tijd het gevoel alsof ik de hele tijd wil zeggen van jongens, als we even vergeten dat het even de apocalyps is voor ons allemaal, is het best wel tof allemaal wat er gebeurt. Maar aan de andere kant, je kan dat niet eruit wegdenken. En dan is het echt een verschrikkelijk jaar wat we meemaken. Maar ik zit daar dus de hele tijd tussen de pingpong. En dat sommige dingen vind ik toffer dan dat ik ooit heb meegemaakt. Qua natuur, geen vliegtuigen. Precies, dat soort dingen qua natuur. Ik heb dan nog nooit zoveel in één keer echt rust en bezinning kunnen meemaken. Of echt weer even alles opnieuw kunnen ordenen en kunnen nadenken over hoe mijn dagelijks leven nou eigenlijk eruit ziet. In één keer voelen wat het verschil maakt als in één keer de haast van het dagelijks leven ook weg is. Alle ritme, dingen en dagelijkse routines die je tegenkomt die in één keer wegvallen. In één keer merkt van ja, maar die hoef ik ook niet meer terug in mijn leven. Maar de andere kant is dat allemaal komt doordat er iets zo ontzettend duisters en kuts, even zo gezegd, gebeurt. Dat ik me dan echt schuldig voel dat ik hier überhaupt een positieve context in zie ergens. Omdat er gebeuren verschrikkelijke dingen op dit moment. En dat is, dat is heel heftig. En daardoor durf ik dit jaar niet te verteren of een plek te geven nog. Want het voelt heel macaber om in dit jaar iets van een positief licht tegen te komen en te zien. Maar dat toch daarin te vinden. Dus ik ben vooral heel erg verward.